en dat Senna uitvalt en helemaal geen punten behaalt, dan is er nog geen absolute zekerheid. Dan wordt de voorsprong van Senna gereduceerd tot 10 punten vooraleer we naar Australië trekken. Daar gaan ze op de startlijn af, 26 wagens. Ik moet u nog vertellen wie niet gekwalificeerd zijn. Dat zijn Michele Alboreto, zoals al gezegd, en dan de beide Lamborghini-rijders. Nicola Larini, die de 28e tijd reed in de trainingen. En Erik van der Poelen, die genoegen moest nemen met de 29e en de laatste tijd. Want de 30e rijder, dat is Erik Bernard, die heeft vrijdag een ongeval gehad waarbij een beenbreuk opliep. En die is er dus niet bij, is voor 3 maanden buiten strijd. En er is sprake van dat hij in Adelaide wel eens zou kunnen vervangen worden door Bertrand Gachot. We zagen daar Satoru Nakajima in zijn Tyrrell Honda. Hij is erop gebrand om hier een prachtprestatie te brengen. Hij is een ware held in Japan. En daar staat Ayrton Senna. En dat is een grote rivaal, Nigel Mansell. Belangrijk wordt die eerste bocht. Kijken of iemand gekke dingen gaat doen. Vooral van de kant van Mansell wordt daar wel eens voor gevreesd. Dat hij kost wat kost de leiding gaat proberen te veroveren in die eerste bocht. En dat zou wel eens voor problemen kunnen zorgen. De uitstekende start van Ricardo Patrese, die daar de 4e plaats pakt ten nadele van Alain Prost en de beide McLarens. Aan de leiding in die eerste bocht met Berger op kop voor Senna, Mansell, Patrese en Prost. Dat zijn de eerste 5. Alesi zit op de 6e plaats, Martini op de 7e, Minardi. En dan komt Schumacher. Dat zijn de eerste 8 na die eerste honderden meters van deze grote prijs van Japan. 53 ronden moeten er worden afgelegd. En iedereen is zonder ongelukken, zonder problemen door die eerste bocht gekomen. En dat is al een hele opluchting. Gerhard Berger slaat al direct een kleine kloof. Dat zien we op dit beeld wat duidelijker. U ziet dat, een serieus gat al. Na een halve ronde in deze wedstrijd. Senna dan, met in zijn spoor Nigel Mansell en Ricardo Patrese. Dan de beide Ferraris. Prost en dan hier Alesi, maar Alesi heeft problemen. Plots een grote blauwe rookpluim. En u weet wat dat wil zeggen. Dat is de motor naar de vaantjes. Hier zitten we bij Senna en Mansell. Daar gaat uiteraard alle aandacht naartoe in deze wedstrijd. Naar het duel tussen die twee. Want die spelen om de wereldtitel. Terwijl Berger alsmaar verder wegrijdt van Senna. En daar is Alesi inderdaad weg. Daar staat hij. Daar rolt hij nog. Rook uitbrakend. Naar de wedstrijd afgelopen. Na een halve ronde in deze grote prijs van Japan voor Jean Alesi. En hier zijn we weer bij de leider, Gerhard Berger. Is die vooruitgestuurd als Haas? In een poging om